En we zijn live. Van harte welkom bij een nieuwe Escape 9 to 5 de podcast, de livestream nummer 43. Een livestream waarin Mark en ik open gesprekken hebben over investeren, crypto, blockchain en decentralisatie. Open gesprekken tussen twee goede vrienden, waarmee we onszelf aan het denken willen zetten. En wellicht zetten we jou ook aan het denken. Het is heel veel een podcast voor bezielde investeerders die willen ontsnappen aan de 9 tot 5 Red Race. En mocht je er nou een keertje live bij aanwezig willen zijn bij het moment dat wij deze video opnemen. Nou, meld je even aan. Zet je op de, de e-maillijst escape 925podcast.nl. Is helemaal gratis. En je kunt er ook helemaal gratis bij zijn. We zenden uit op uh, dinsdag om 1 uur. Um, en daarna doen we ook altijd even napraten met iedereen zonder opname. En altijd weer verrassende gesprekken die we daar met elkaar hebben. Dus het loont zeker om er eens uh, live bij aanwezig te zijn. En het loont ook zeker om je op de e-maillijst te zetten, want dat is eigenlijk de enige manier hoe wij vrijuit met jullie kunnen communiceren, ja. want dat wordt niet gecensureerd. Um Goed, waar gaan we het vandaag dan over, over hebben? Nou, over het volgende. Want er is toch wel iets gelanceerd vorige week: een internationale CBDC. En ja, gaat dat nou een bedreiging zijn voor Bitcoin? Uh, maar ja, misschien gaat het ook wel een bedreiging zijn voor onze vrijheid. We hebben het voor jullie uitgezocht en we gaan het vandaag met je, met je delen. En ik zeg jullie, want ja, we gaan, ik ga dat natuurlijk niet alleen doen. Dat doe ik natuurlijk met mijn goede vriend. Jawel, hij is er weer aan de andere kant: Mark Damen. Geef even een applaus voor hem. Yes, dankjewel Stijn. En uh, ik heb er inderdaad onwijs veel zin in. On onwijs en heel erg relevant onderwerp, denk ik, waar we het vandaag over gaan hebben. Wat uh, heel veel nieuwe inzichten weer ga zal gaan, uh, gaan brengen. Voor jou, voor mij en zeker voor, uh, voor de luisteraar uh, en kijker uh, ook. Um, ik denk dat het gewoon goed is om... Uh, op de hoogte te zijn van dit soort uh, nieuwsberichten. Vooral omdat het ook niet per se de grote media ingaat en omdat er eigenlijk weinig over gedeeld wordt. En hetgeen wat er over gedeeld wordt ook niet per se altijd waar is. Hè. Dus vanuit een, 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 een eenzijdige kant uh, belicht wordt. En ik denk dat het daarom ook heel relevant wordt om dit, deze te kijken. En misschien nog wel vaker ook weer in de herhaling terug te gaan kijken. om goed de implicaties te snappen en te snappen wat jij zelf. Als uh, mens kunt doen uh, om uh, ja, daarvan te profiteren. Uh, en, en op de juiste manier te positioneren. Dus uh, ja. nou, laten we snel aan de slag gaan, uh, Stijn. Ja, Stijn, nou één, uh, nog je één dingetje. hebt de technische kant bekeken, of niet? Ja, ja oh. ik, heb, ik heb er helemaal ingedoken. Nog één dingetje wat ik wil, even wil benoemen. Ook opwarmetje voor de volgende Escape 9 to 5 podcast. Want volgende week is het, uh, gaat het gebeuren, Mark. Jij gaat naar Madeira, het Bitcoin-eiland... en je gaat het daar voor ons uh, onderzoeken natuurlijk. Wellicht is dit ja. ook een mooie voorbereiding uh, voor jou... om het uh, contrast te zien tussen de twee. <laughs> ja, zeker. En... Uh... Ik, ik denk dat er daar, uh, of nee, sterker nog, ik weet dat er daar ook al over gesproken wordt. Uh, over het onderwerp waar we het vandaag over hebben. Dus, uh, uh, dus inderdaad interessant om dat uh, later ook weer uh, terug te nemen. En die discussies ook weer. Ja, wellicht hier in de Escape Night 5 podcast uh, te gaan voeren. Ja, goed. We gaan het dus hebben over de internationale CBDC. Die uh, afgelopen week al uh, gelanceerd is. En een CBDC is een Central Bank Digital Currency. Even nog voordat we er helemaal in duiken, Mark. Waar... Waarom hebben wij als burgers eigenlijk een uh, central bank uh, digital currency nodig? Weet je? Wat is, uh, waarom zouden wij het nodig hebben en waarom hebben centrale bankiers het nodig? Wat is jouw gedachten daar even vrij, blij, uh, vrij blijven even over uh, even brainstormen? Ja, nou ja, op zich is er natuurlijk niks mis mee om um, voor het geld, hè, de, 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 het geld wat we gebruiken als, als, uh, als handelsmogelijkheid om makkelijk met elkaar appels en peren te kunnen uh, ruilen, um, is er niks mis uh, om, uh, om geld daarvoor te gebruiken. En er is ook niks mis mee op het moment dat uh, het geld wat we beschikbaar hebben gesteld, uh, gekregen door de overheden, uh, dat we dat ook op een dat dat ook meegaat in de technologische ontwikkeling. Dus enerzijds zeg ik nou hartstikke mooi. Weet je, uh, technologische ontwikkeling heeft over het algemeen gebracht dat de bankensector goedkoper gaat worden. En dat het voor ons gebruiksvriendelijker gaat worden. Denk maar aan alle applicaties die je tegenwoordig op je telefoon hebt staan. De manier waarop we contactloos kunnen betalen. waarop we niet eerst geld uit de muur moeten halen. Of überhaupt geld bij een bank of een medewerker moeten halen. Weet je, het zijn allemaal voorbeelden die uit het verleden waren, maar die we bijna niet meer herkennen in de huidige tijd. Dankzij technologische ontwikkeling. Dus. Dat is op zich heel mooi en in de basis hebben we het natuurlijk ook nodig om met elkaar op een fatsoenlijke manier te kunnen ruilen. Als jij en ik, Stijn, uh, samen iets willen ruilen, dus jij wil een hondvlees en ik heb een hondvlees en jij hebt groenten en ik wil graag die groenten hebben, dan kunnen we dat rechtstreeks ruilen. Um, en dat is natuurlijk ook zoals het zo al, uh, al heel lang, uh, lang geleden ging. Alleen het wordt ingewikkelder op het moment dat je zegt, ja, ik, ik heb wel fruit wat ik kan aanbieden, alleen... Uh, Mark, jij hebt op dit moment niks wat jij mij kunt aanbieden. Uh, maar ik ben wel op zoek naar, uh, weet ik veel, in de tijd van het jagen... Uh, ik ben wel op zoek naar een goede speer. Uh, en dan kan ik een familielid gaan benaderen... om te kijken of die mijn hond wil ruilen voor een speer... om vervolgens, die, als ik zo die speer heb, naar jou toe te gaan voor fruit te gaan. Nou, heel lang waard kort te maken, dat is de functie van geld... en dat is de, ook, ook de functie van een, van een digitale currency... Uh, in, de, in de toekomst. Maar. Als je dan kijkt naar de huidige tijd en eigenlijk sinds de opkomst van, uh, van Bitcoin, is natuurlijk nog de vraag: hebben we het inderdaad wel nodig? Hebben we iets nodig wat uh, gebaseerd is op een vergelijkbare technologie als Bitcoin? In ieder geval gecreëerd is in de cryptocurrency-markt, in de blockchain-markt. Um, hebben we dat in deze tijd nog nodig dat dat onder toezint oog van overheden financiële instellingen komt? En dan is mijn. Antwoord, volgens mij niet. Volgens mij hebben we op dit moment uitstekende currencies uh, die vrij van uh, bepaalde gecentraliseerde partijen staan, uh, waar, we, uh, die, waar we mee handel uh, met elkaar kunnen gaan drijven. Dus, uh, Kijk, hier, dus ja, twee kanten heeft het, Stijn. Nou ja, en hier ben ik dus ook benieuwd naar, weet je, want de, 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 de nieuwe central bank digital currency is dus gebaseerd op de blockchain. En de blockchain is, als je het naar mij vraagt, is heel erg gebaseerd op transparantie. Dus we, we gaan ook ja. onderzoeken in deze podcast: hoe transparant is het? Hoe eerlijk is het? En is het voor alle stakeholders is het eerlijk. En gaat het daarmee bitcoin verslaan of niet? Uh, dat is denk ik echt wel waar je een antwoord op gaat krijgen in deze, in deze podcast. Nou, laat dan, laten we het even benoemen. Wat is er dan afgelopen week uh, gelanceerd, Mark? Uh, dat is het, uh, het volgende: het is gelanceerd door uh, de partij de DCMA. Ik zelf kende eigenlijk deze partij niet. Jij wel, Mark? Kende jij deze partij? Nee, niet? ik ook niet. Nee. nee, die is blijkbaar weer in het leven geroepen. Maar het is de ja. Digital Currency Monetary Authority. Uh, een beetje een vage organisatie, er is niet heel veel over te vinden. Het, het zit in Washington. Dus, uh, Washington, dus het komt uit uh, Amerika. Ik heb het ja. idee dat het onderdeel is van het IMF. Zit ook in Amerika gevestigd. Um, maar goed, duidelijk om te benoemen: er is dus een, een, een protocol gelanceerd uh, waarop CBDC's kunnen draaien. En dat noemen ze het uh, Unicorn-netwerk. Uh, en de munt is de UMU, uh, de Unicoin-munt die daarop uh, plaatsvindt. Uh, maar dat is dus door deze partij al uh, gelanceerd. Dus dat is goed om in het achterhoofd uh, te, te houden. Het is toch wel een Amerikaanse partij. En de vraag die ik dus ook al heb is van, hey, gaat een China en een Rusland, gaan die dat dan ook omarmen? En waarom zouden zij dat dan uh, gaan, uh, gaan doen? Uh, voor de rest, hoe dit is uh, gelanceerd, er worden hele mooie woorden worden er gebruikt, Mark. Uh, ze, ze hebben het over crypto 2.0, hele ja. hippe termen. Uh, kunstmatige, uh, kunstmatige intelligentie wordt ook genoemd op de pagina. Uh, allerlei dingen zo, zeg maar. Dus er worden met, uh, met mooie termen worden, uh, gesmeten. Uh, maar er is ook een whitepaper. En die kun je gewoon uh, gratis uh, downloaden. Dat hebben wij ook uh, gedaan. En dat vind ik al de eerste interessante vergelijking, Mark... die ik daarmee wil maken, is van uh, de wijdpeper van hen. En dan ga ik heel even kijken naar hoeveel pagina's uh, zij ervoor nodig hebben. 63 hebben zij ervoor nodig. Ik denk, ik pak even de wijdpeper van Bitcoin erbij. Uh, acht pagina's waren ze al klaar. Met uh, nog een indexpagina ja. uh, ook, zeg maar. Dus ja, negen pagina's. En acht pagina's waren ze al klaar om even Bitcoin uit te leggen. Een peer-to-peer -peer electronic cash systeem. En wat uh, zeggen zij hierover? Wat is het? Het is a best-in-class money commodity for strengthening monetary sovereignty with a digital economic union. <laughs> dat is uh, ja, de woorden die ja, zij er allemaal voor nodig hebben. En, het, en, en de eerste keer dat ik deze paper zag, uh, Stijn, afgelopen week, toen dacht ik: van ah, er is echt, vanuit een, er is echt een afdeling marketing aanwezig. die daar heel goed over nagedacht heeft. Als je naar de Bitcoin whitepaper gaat kijken, dat zijn pure tech nerds geweest. die inderdaad dat uh, hebben opgesteld in begrijpelijke taal. Maar dit moet verkocht worden, hè? Dat is, dat is wat je meteen al ziet aan de titel. De best. Het moet verkocht worden. Ja. Heer, goed, je hoort wat cynisme in me, maar ik, ik probeer, of ik heb ook geprobeerd uh, er zo objectief mogelijk naar, uh, naar te kijken. Want op zich, wat ik net al zei, hè, ik vind dit soort initiatieven vind ik op zich wel heel erg mooi. Weet je, we hebben best wel een discussie op de wereld over welke world, wat de volgende World Reserve Currency gaat zijn. De dollar is dat, is dat nu. Welke, welke sterke munt moet er zijn? En, en waarom zouden we allemaal verschillende munten hebben als er ook één centraal zou kunnen zijn waar iedereen gebruik van zou kunnen maken? Dat, dat voelt voor mij veel meer verbonden met elkaar, waardoor het ook makkelijker is om met elkaar. Nou ja, handel te drijven, met elkaar uh, contact te hebben. Uh, ervan uitgaande dat het natuurlijk ook uh, uh, globaal geregeld is. Hè? Dus dat ook iedereen er eigenaar van is en tegelijkertijd niemand. Ja, en, en, en ga er maar aan staan. Hè? Ga maar de IMF zijn of de DCMA zijn en ga dit maar uitrollen waarin je alle landen mee gaat krijgen. Weet je, het is, het is moeilijk en ik, ik moet zeggen, ik vind op zich dat ze best wel iets slims hebben bedacht waarin ze denk ik heel veel landen mee gaan, uh, gaan krijgen. Uh, wat, wat hebben ze eigenlijk bedacht is een, een Global Decentralized, dat moet natuurlijk ook even benoemd worden: hè? Decentralized Digital fin Financial Service Network. En een paar van die dingen die ze aangeven in hun en dat vind ik wel heel slim uh, uh, gedaan, is dat het, het moet een uh, politiek neutraal betalingsnetwerk uh, zijn. Um, uh, niemand kan het als een wettig betaalmiddel uh, uh, of uh, als een wettig betaalmiddel gaan invoeren de Umu, zeg maar. Dus het moet echt onafhankelijk zijn. Het kan niet toegeëigend worden tot, uh, tot één land. Um, nee, wat ze eigenlijk meer willen zijn is dat ze, ze willen eigenlijk meer het betalingsnetwerk willen ze zijn een onafhankelijk betalingsnetwerk, en ze willen dus niet de dollar gaan aanvallen ze willen niet de guan gaan aanvallen die willen ze helemaal niet uh, vervangen ze willen gewoon, die, die moeten behouden blijven iedereen mag ook in zijn eigen munt uh, uh, te werk gaan, maar we moeten wel veel makkelijker uh, gegevens kunnen uitwisselen met, uh, met elkaar en Eigenlijk zoals ik het begrijp, het idee van deze CBDC, van dit platform, van dit unicorn netwerk, is dat iedere centrale bank kan zijn eigen centrale bank uh, lanceren op dat netwerk. Dus de Fed kan dat, China kan dat, de ECB kan dat. Alle centrale banken mogen hun eigen ja, centrale bank uh, daarop uh, lanceren. Uh, helemaal veilig in hun eigen omgeving, in hun eigen blockchain. Dus de, de, de ECB ziet alleen zijn eigen data, ziet niet de data van Amerika, je ziet niet de data van China. Maar omdat je op hetzelfde netwerk zit, kun je wel heel makkelijk data aan elkaar uitwisselen. Nou, een van die problemen die ik bijvoorbeeld had, Mark, en die zij dus hiermee gaan, uh, gaan oplossen. Nou ja, ik moest geld overmaken naar Brazilië. Uh, het was uh, zes dagen onderweg. We hadden geen idee waar het geld uh, was. Want dat vroegen we nog aan de ING. Van hé, hey, waar is het? Ja, dat weten wij ook niet. Het is onderweg. <laughs> het gaat digitaal. Ja, ja het is onderweg. Ja. Uh, bizar. Ja. Uh, Kosten meer dan 5% de transactiekosten. We werden ook nog eens uh, nou ja, uh, beduveld op de, de exchange rate. Noem um, maar op. En ja, dat is hoe het uh, op dit moment bij banken gaat. Als je van, van euro's naar, do van, naar dollars wilt. Of van andersom. Het gaat via... een. Uh, vijf uh, uh, hubs gaat het eigenlijk, zeg maar. En het duurt ja. meer dan vijf dagen. Het kan meer dan vijf dagen duren. Het gaat steeds sneller, moet ik, uh, moet ik zeggen. Um, en dat willen zij eigenlijk hier wel uh, mee gaan oplossen. Als iedereen nou op hetzelfde protocol werkt, dan kun je met elkaar communiceren. Net als uh, met e-mail, zeg maar, kunnen wij ook makkelijk met elkaar communiceren en wereldwijd. Dat willen ze je eigenlijk gaan uh, bewerkstelligen. En dat je dus uh, nou ja, voor, voor een fractie van de kosten en supersnel uh, je geld kan versturen wereldwijd. Dat, uh, dat is een van de dingen die ze voor ogen hebben. Wat denk ik nou, prima is. Ja, nee. Sterker nog, ik denk dat dat meer dan welkom is. Hè? Precies om het voorbeeld wat je net al genoemd hebt. Uh, kijk, er zijn heel veel. Uh, 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 Meestal als particulier heb je daar niet zoveel last van. Maak je niet zo vaak geld naar het buitenland over en zeker niet naar een ander andere werelddeel. Uh, maar als je zaken doet met het buitenland, en er zijn heel veel bedrijven, zeker in Nederland, die, uh, die daar continu van leven en continu allerlei uh, rekeningen aanhouden in diverse valuta uh, en daar ook flinke risico's in, uh, in lopen. Uh, 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 Um, uh, en ook niet het geld even kwijt kunnen zijn, hè? vijf of zes dagen, uh, zoals, jij, uh, zoals jij hebt gehad. Ja, die betalen flinke rekeningen en, en flinke tijds. Uh, flinke rekeningen van de banken, die dat uh, moeten transporteren, maar ook tegelijkertijd. Um, uh, veel tijd die ze kwijt zijn, wat voor hun ook belangrijk is. Hoe langer ze het geld kwijt zijn, hoe minder waard het eigenlijk is. En voor hun is dit meer dan welkom om daar een goede oplossingen voor te hebben. En dat zal er ook voor kunnen zorgen. Uh, daar ben ik van overtuigd dat uh, het economisch wereldwijd veel beter zou kunnen gaan, omdat transacties veel sneller kunnen plaatsvinden. En, en, en dat vind ik ook het mooie aan de opkomst van internet: dat je alles wat internet heeft gebracht, e-mails. En toen ik mijn eerste baan had. Uh, toen uh, stuurde ik brieven naar klanten en naar leveranciers hè. en een klant moest dan iets een formulier terugsturen naar mij en dat deed hij met antwoord envelop en dat kwam dan na twee of drie dagen kwam dat bij mij binnen en vervolgens controleerde ik dat en dan stuurde ik dat weer door aan een leverancier uh, en dat moest allemaal behandeld worden en ging allemaal via de post het duurde natuurlijk heel lang dus het aantal transacties wat je kon doen in een week was heel erg beperkt door de snelheid van de post. Wat al heel goed geregeld was in Nederland, want meestal had je het de volgende dag binnen. Um, ja, die... Maar de opkomst van internet heeft er natuurlijk voor gezorgd dat die transacties op dezelfde ochtend kunnen plaatsvinden. Sterker nog, dat ze in dezelfde minuut kunnen plaatsvinden. Omdat je tegenwoordig via een portaal rechtstreeks informatie kunt invoeren en dan direct toegang hebt tot die informatie die je nodig hebt. Dus denk aan het aanvragen van een verzekering. Um, Weet je, als je nu inlogt bij je verzekeraar. en je zegt. Ik wil dat mijn reisverzekering ingaat. dan heb jij binnen een half uur. heb jij je polis heb jij in, je, uh, in, je, in je digitale brief, briefbus. in je e-mailbox uh, zitten. En het is gewoon gek dus dat, dat, is dat een, het een gewoon is niet met gel, geld kan. weet je, is toch bizar. Digitaal. Precies. Maar ik denk dat het stamt uit het tijdperk. dat uh, de dollar nog gebacked was door, door goud. weet je, en als je dan overzee. Uh, euro's en dollars uh, met elkaar gaat uitwisselen, ja, dan moet ook het goud ja. verscheept worden, weet je, als je heel veel euro's naar Amerika stuurt, ja, moet ook dat goud daarheen. En daardoor is die settlement dat het allemaal zo traag is, zeg maar. Daar zijn eigenlijk die, die banken nooit in geïnnoveerd. Maar dat gaan ze oplossen, prima. tweede, wat uh, belangrijke, wat ze gaan oplossen, en daar hebben ze een mooie wegdank in gevonden, is uh, nu het meest wereldwijde betaalsysteem gaat via Swift, is in handen van de VS. Nou ja, Rusland heeft gemerkt dat de VS je er kan afkicken en heel veel landen zijn wakker geworden van wow, wat doet de VS nou we kunnen dus van dat betalingsnetwerk afgeschropt uh, worden dat willen ja. we niet meer en dat, dat is eigenlijk wat je met zo'n unicorn netwerk kunt hebben is je eigen centrale bank daarop maar een andere centrale bank kan jou er niet van afkicken en dat is uh, denk ik dat heel veel landen dit wel zouden kunnen omarmen omdat je je kunt sneller uh, betalingen met elkaar, elkaar doen. En andere landen kun, kunnen jou er niet afkicken. Uh, dus daar zal, denk ik, echt wel um, uh, draagvlak voor, uh, voor zijn. Ja. Um, en het derde wat ze doen is dat uh, ze maken het ook toegankelijk maken voor crypto-exchanges, voor um, 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 winkels, uh, voor de, de burgers. Iedereen kan onder zo'n centrale bank. Kan je ook op dat netwerk uh, uh, terechtkomen. En kan je uh, ja, gaan handelen als het ware. En kun je uh, geld uitwisselen ja. met, uh, met elkaar. Ja, um, top. Dus ik hoop dat het helder is wat het idee is wat ze hebben bedacht. Uh, iedere centrale bank kan op dit platform komen. Kan eigenlijk daar zijn eigen kleine blockchain hebben. Maar tegelijkertijd zit je ook met z'n allen op dezelfde blockchain, waardoor je heel makkelijk gegevens met elkaar kunt, uh, kunt uitwisselen. Um, nou, laten we eens gaan kijken naar het, uh, het validatiemechanisme en gaan we het eens ook vergelijken met Bitcoin natuurlijk. Hè? Want ze zeggen natuurlijk heel mooi global decentralized. Nou, dan willen we dat ook graag even zien, lieve, lieve mensen van de, van de Unicoin-netwerk. Um, <laughs> nou, ze hebben enigszins hebben gelijk. Uh, er zijn uh, de, dus meerdere mensen uh, kunnen een, uh, een nood draaien, een knooppunt uh, draaien. daar komen we zo even op terug. Uh, dus er zullen meerdere backups zijn van het netwerk. Hè, van jouw private uh, centrale bankdomein, uh, zeg maar. Kun je meerdere noods draaien, kunnen op meerdere plekken op verschillende landen, bijvoorbeeld in Europa staan. Nou, kun je zeggen, het is gedecentraliseerd. Het staat in meerdere landen, die backup. Het staat niet alleen maar in één land of één staat en dat die partij kan alles ermee kan beslissen. Nee, het gaat over meerdere landen. Zou het in theorie zou het, uh, daar kunnen, kunnen staan? Ze zeggen er niet zo heel veel over hoor, dus het is een klein beetje ook mijn aanname daar, uh, daarin. De, de, deze wil ik aan hen, uh, aan hen geven dat ze dat uh, uh, netjes uh, doen. Um, maar als we gaan kijken naar het uh, validatiemechanisme wat ze, wat ze hebben bedacht, dat staat op pagina uh, 7. Het is uh, proof of stake, maar uh, staked proof of trust. Dus het is een, een uh, proof of stake mechanisme wat Ethereum tegenwoordig ook uh, heeft. Dus je werkt met uh, stakeholders. Maar er zit ook een trust-component uh, daarin. En ik heb het hier eventjes... Uh, hier staat het heel netjes, Mark. Je hebt de, de, de eerste laag van... Kun je het laten zien of niet? Uh... Oh, sorry. Ik dacht dat jullie het al zagen. Nee, nee, nee. Ah, hier, ja. zo. Pagina 7. Uh, dus uh, we gaan het over validatiemechanismen hebben. Hoe worden nou die transacties ge, geverifieerd? Uh, nou, je hebt een groep. Dat zijn dus uh, vertrouwelingen. Uh, 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 en dat zijn bepaalde nodes, zeg maar. Dat noemen ze de meganodes. Die moeten wel geselecteerd worden. Dus dat kunnen alleen uh, monetary uh, authorities kunnen dat, uh, doen en zijn. Uh, dus dat kunnen, wij en ik kunnen dat niet zijn, hein, Mark. Wij, nee, um, dus, dat zijn, dus dat zijn overheden, centrale uh, banken, um, ja. Nou ja, financiële instellingen wellicht. Ja. ja. Ja, en zij uh, doen de validation en processing of the network uh, transactions. Maar goed, dan ja. heb je de tweede laag, want ze wilden het goed over laten komen. En dat zijn de validating nodes. en dat zijn de Mesonodes. En dat kunnen jij en ik wel zijn, Mark. We mogen ze gaan controleren. Hoe cool is dat? Ja, dat is mooi. <laughs> <laughs> ja, hey, which reviews and verifies de Meganodes. Dus dat, uh, dat zijn, uh, zijn wij. Nou, best wel decentraal dan toch, zou je zeggen, dat wij dat mogen, uh, mogen verifiëren. Ah, uh, het voelt voor mij al iets minder goed, uh, Stijn. Hoezo voelt het minder goed? Dat is toch cool? Wij, wij, wij mogen die mega Notes uh, controleren. En uh, ja, any, any, any mesonode can stake and reject a pending transaction uh, from the meso... Oh, dat, zo had ik het nog ineens geloofd. Hier staat denk ik een fout. Moet, of het is bewust. Ik dacht dat hier stond any mesonote can stake and reject a pending transaction from de mega notes. Maar dat staat hier trouwens nog ineens. Maar goed, dat staat notes. Meza, ja, dat zijn ja. bij jezelf. Wat is dat nou dan weer? Ja. Nou goed. Ja. Laten we zeggen dat het een, een typfout is. Dat er een, een g moet staan in plaats van een s. Ik snap wat je ja. zegt, maar ja. nou, hier, waarom voelt het voor mij al wat minder goed? Eén één dingetje, Mark. hier staat if the majority ja. accepts the transaction of the mega notes um, Hè, dus de, dus de meer, het gaat om de meerderheid, dat we de, de, de mega-notes moeten, moeten controleren. Wa waarom uh, uh, voelt het niet goed voor jou, Mark? Nou, uh, ik, ik denk waarom, moet er, uh, waarom niet gewoon alleen al controle um, op, op die hoofdnoods. Dus je hebt de mega-notes en dat kunnen alleen validators uh, zijn. Uh, dus dat kunnen alleen maar centrale banken zijn of uh, uh, andere financiële instellingen, overheidsinstellingen. Moet iemand goedkeuren? Uh, dan moet iemand goedkeuren, precies. Maar waarom kunnen wij, jij en ik dat niet zijn? Waarom kunnen wij niet die nood draaien? Uh, 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 want als je het echt transparant wil houden en ja. echt centraal wil, het uh, decentraal wil uh, maken, zoals de blockchain in elkaar zit, dan denk ik, ja, dan moet je het ook gewoon op het hoofdniveau, moet je het gewoon opengooien. En dan wordt het ook een munt wereldwijd van ons allemaal uh, uh, en tegelijkertijd van niemand. En, ja. en, en, en dat ze deze beslissing gemaakt hebben, dat roept bij mij bij argwaan. En dan kun je wel controles gaan uitvoeren. Alleen wie levert de informatie, de, 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 de software van de notes, hoe die werken, hoe die de goed, goedkeuring geven. Is het wel werkelijk goedkeuring? Of is het een schijn goedkeuring, Omdat er uh, door de nodes die jij en ik kunnen laten draaien, alleen goedkeuring mogelijk op het moment dat we het protocol. Volgen wat zij geschreven hebben. Ja, nou, nu komt het altijdje, Mark. Ik, ik vond dit op zich nog best wel een aardige opzet van hen. Dus wij, wij kunnen steken. Hè? Dus wij, ik, leg, uh, ik leg geld in. Ik koop een steek, een aandeel. En daarmee heb ik stemrecht. Zo moet je het uh, zien. Ja. Maar nu komt het altijdje, Mark. If the majority accepts the transaction of the mega notes, the challenging Meso notes will lose their stake. Dus ja. <laughs> dus ik, ik leg mijn steek, ik uh, investeer geld erin... en ik zeg, nee, ik ben het er niet mee eens. Maar ja, ik zit bij de minderheid. Dan verlies ik meteen mijn aandeel. Ja, en dat is, wordt dus waardeloos. He, dus, dus, ja, maar en, en, dus, ik ga toch en, niet en daar, dat risico en, al nemen, weet je? Dan, dan ga je, al, je ziet, alle kritische mensen ga je er al uithalen. Nou, en dat zal dus ook snel gebeuren. Hè? Want zo gauw je in een zijkant bent... Uh, dan, dan, uh, ja, dan, dan mag je niet meer meedoen. Uh, en tegelijkertijd wordt het dan nog wel zogenaamd... Decentraal gemaakt en iedereen kan het controleren. Behalve als het niet uitkomt, dan ga je de gevangenis in. Ja, maar, maar, maar ik, ik verifieer dat de, de meganoods en ik vind dat de meganoot vals speelt. Dan moet die toch zijn steek in leveren, niet ik. Ja, eens. En dat is hoe het bij Bitcoin werkt. Dus daarin zien we het ja. verschil met Bitcoin. Bitcoin is proof of work. De mijnen stoppen heel veel steek energie stoppen ze erin om zo'n blokje te mijnen om de beloning van X aantal bitcoins te krijgen als wij de controleurs de bitcoin het er niet mee eens zijn en wij zeggen hey bitcoin mijnen jij speelt vals dan moet hij zijn uh, rendement moet hij inleveren. Moet hij die, die, die beloning van dat aantal bitcoins moet hij inleveren. Dan heeft hij heel veel energie erin gestopt en zijn beloning heeft hij niet. Gaat hij failliet? Dat gaat hij niet doen. Die wil, de, de, zo, zo maak je zo iemand dat hij eerlijk blijft uh, spelen. Nou ja, hier, het mechanisme slaat dus eigenlijk werkelijk nergens op, als je het mij vraagt. Dit is een mooi verhaal nee. hè, met de uh, stake proof of trust. Ja, uh, helemaal geen trust. Nee, de trust is eenzijdig. Hè? Dus, uh, en het is ook niet uh, per se decentraal. Hè? Het is niet dat je onder de motorkap kunt gaan kijken uh, hoe, het, uh, hoe, het daar, uh, hoe het daar geregeld uh, is. Dus ik vind op zich, hè, laten we heel even teruggaan naar het positieve. Want ik wil ook niet per se negatief zijn. Uh, teruggaan naar het positieve is, uh, weet je, ik denk dat de wereld erop zit, zit te wachten om. Een goedkoper banksysteem te kunnen creëren, waardoor we de handel beter kunnen, kunnen krijgen. Misschien dat het zelfs een opstapje is naar een nieuwe wereldmunt. Dat is niet hun ambitie die ze in eerste instantie uitspreken. Maar goed, we weten natuurlijk ook dat het wel mogelijk is. Als op een gegeven moment iedereen zegt: Nou, dit is helemaal tof. Ja, waarom? Dan, dan is de stap naar allemaal dezelfde munt gebruiken. Zeker als je internationaal veel handel doet. Uh, bijvoorbeeld in de prijs van olie. Uh, dat je dan gewoon die uh, currency gaat gebruiken. Dus ik kan me voorstellen dat dat er achteraan komt. Uh, dus wat mij betreft, allemaal positief. Ik, ik denk dat dat een stuk meer vrede op de wereld gaat brengen. Laat ik het zo zeggen. Ja. Um, He, de problemen die we nu hebben, waarin landen geld geleend hebben in dollars, eh, terwijl er een gigantische inflatie is. en zij dus daar als gevolg van die inflatie nooit meer die schulden kunnen gaan terugbetalen. en dus eigenlijk onder de curatele staan van de Verenigde Staten, he, of van de, van, de, van de uitlener in dollars. Um, ik denk dat dat een ongezonde uh, balans geeft op de wereld. Dus voor mij zit er echt wel. Het idee vind ik positief, ja. alleen de uitvoering nou, maar, moet laat dan wel ik... echt. Decentraal zijn, het, ja. Eh, Stijn. Ja, vind ik, vind ik ja. ook. Nou, ik heb nog meer gevonden hoor, Mark. Uh, maar laten we even nog iets positiefs. Misschien, nou, ja, misschien is het wel positief of ook weer niet. Maar uh, iedereen heeft het natuurlijk over energie tegenwoordig. Nou, zij maken gebruik van proof of stake, uh, kost heel weinig energie. Dus je kunt zeggen, dat is ja. hun voordeel ten opzichte van, uh, van bitcoin. Alleen wat je meteen al ziet, het is niet zo'n veilig decentraal netwerk. Weet je wat ik net zei? Is dat de, de, de miner met Bitcoin, die loopt op voorhand onwijs veel risico. Die moet heel veel energie erin stoppen. En dan wil die beloond worden. En dat is maar, maar mag niet vals spelen. Want anders is die zijn beloning uh, kwijt. Ja. Dus je het is energieveiliger, maar je levert in op, uh, op de veiligheid zoals zij het hebben opgezet. En daarbij is het ook tegenwoordig: Bitcoin is al 58% duurzame energie. De uh, blockrate of de de hashrate, eh, Mark, is uh, weer naar een all-time high. En dat is ook wat ja. ze altijd zeggen, weet je, hoe hoger die is, hoe veiliger het netwerk. Want hoe, ja, hoe... Kun, je, kun je uitleggen dan voor, voor iedereen die nu kijkt of luistert? Nou ja, kijk, uh, hoe, hoe, hoe meer energie je mijnen erin uh, stopt, hoe meer uh, hoe, hoe graag je die niet uh, wilt valspelen. Dat is zo zou ik ja. het zeggen. Uh, want dan ja, heeft ja. hij al zijn energie uh, erin gestopt, heel veel geld erin uh, gestopt, ja. uh, maar hij raakt zijn beloning kwijt. Ja, hoe hoger de hashrate, hoe meer energie er geleverd moet worden om, om, de, om, om de wiskundige oplossing die er nodig is om bitcoins te minen um, uh, te, te krijgen. Dus je laat het je wel uit je hoofd om vals te spelen. Ja, precies. Dat, dat is ja, wat, ja. wat er mee is. Tweede, Derde nog wat uh, verschil is dus met, uh, met Bitcoin. Uh, nou, we hebben inmiddels uh, 17.000 notes, Mark. Wist je nog dat wij een, een, een podcast hadden met 14.000 dat we zeiden? Of 10.000? Ja, Zit inmiddels inmiddels 17.000 notes. Uh, maar van 60% anoniem hè? Anoniem. En, en ja. dit is decentraal. 17.000 notes hebben allemaal een backup van de blockchain, van de administratie van... Uh, van Bitcoin. Dus al, al knipt een overheid één nood of uh, een paar noods uh, kwijt, ja, dan staan ze in andere landen nog en ze staan anoniem. Ja. Je weet niet waar ze staan, wie ze allemaal uh, heeft. Kijk, dan hebben we het tenminste echt over een, een decentraal netwerk waarin de noods, wij als burger, de macht hebben en bepalen wat de spelregels zijn. En wij bepalen of iemand vals speelt aan de hand van die spelregels. Uh, um, ja. Dus uh, ik, ik denk dat Bitcoin het hier duidelijk op, uh, op wint. Uh, ander punt waarop Bitcoin het denk ook gaat, uh, gaat winnen is het, uh, het volgende mark. Moet ik het er even bij pakken? Dat is pagina uh, 9 is dat. Is het aantal transacties wat ze aankunnen. En dat is uh, 100.000 transacties per seconde. Dan zul je mm -hmm. natuurlijk zeggen, oké, okay, dat is meer dan bij Bitcoin. Hè, de basislaag van Bitcoin die kan er misschien. Vijf tot zeven transacties per seconde aan. Maar goed, als wij verder gaan kijken naar Bitcoin, we hebben natuurlijk tegenwoordig Bitcoin Lightning, die kan 25 miljoen uh, transacties per seconde aan. Um, ja. Dus da daarin wint Bitcoin het ook. Hè? Zij verslaan wel een Mastercard en een Visa. Uh, ergens in de white paper staat ook nog dat ze het kunnen opschalen naar tot, uh, tot 300.000 uh, transacties per seconde. Maar ja, het komt bij lange na niet bij de 25 miljoen van Bitcoin Lightning uh, uh, netwerk. En hoe doen ze dat dan, dat opschalen naar 300.000? Uh, shorting. Dus eigenlijk wat Ethereum ook wilt gaan, uh, gaan oh ja. doen, is dus dat het. Ja. Um, nou ja, je hebt natuurlijk al um, centraal allemaal verschillende centrale bankjes op de de blockchain. Dus dat zijn al zijn er al tien, zijn er al opgedeeld. He, dus ja. die, die, die hebben al een eigen blockchain waarin ze 100.000 transacties per seconde kunnen doen. En je kunt het natuurlijk opdelen in nog meer kleinere centrale bankjes, zou ik uh, zeggen, sharding. Ja. Um, ja, ja, dan kunnen, ja, ja. Maar toch maar tot uh, 300.000 uh, zeiden ze. Ja. Voorlopig. Ja. Uh, iets anders, Mark, wat ik interessant vond, is van uh, bitcoin is open source. Uh, zij kiezen ervoor om het niet open source te, te maken, de, de code. Wat, wat vind je daarvan dat ze daarvoor ja. uh, voor kiezen? Ja, dat is dat is de, 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 de kom ik een beetje op hetzelfde weer wat ik net zeg. Van, je wil onder de motorkap kunnen kijken, wil je het vertrouwen kunnen hebben in de uitvoering. Op het moment dat je niet in de bron kunt kijken hoe die eruit ziet. Dan zou het in theorie dus ook zo kunnen zijn dat ze die bron kunnen aanpassen. op het moment dat ze dat om wat voor reden ook goed uitkomt. En bij Bitcoin kan dat niet, omdat die broncode die is bekend en die kan niet. Ja, die kan wel aangepast worden. Nee, trouwens, die kan niet eens aangepast worden. Moet je helemaal terug naar versie 1.0 en vanuit daar kun je verder, uh, verder gaan bouwen. Of je moet het helemaal opnieuw bouwen. Maar als je een broncode kunt aanpassen, ja, dan zou je in theorie. zou je transacties ook kunnen terugdraaien. Ja, dus op het moment dat er bepaalde handel op de wereld plaatsvindt, uh, uh, straks in die valuta, die, uh, die een bepaalde machthebber niet, uh, niet, uh, niet fijn vindt, dan kan die die transactie, zou die in theorie kunnen terugdraaien. En daarmee is het dus direct een onbetrouwbaar netwerk geworden, want je wil wel dat als het, uh, als de transactie is uitgevoerd, dat die niet teruggedraaid kan worden. Ja. Je kunt samen besluiten om hem terug te draaien. Als jij mijn geld betaalt, kunnen wij samen besluiten dat ik jou dat geld weer terugbetaal. Maar als, maar, maar niet een derde partij, omdat hij het niet eens is met, met de transactie die wij die wij maken. Nee. Ja, daar komen ze ook nog wel eventjes op terug, hoor, want uh, ze kunnen al bepaalde dingen, dat ga ik jullie ook laten, laten zien. Dus dat ze al bepaalde sancties kunnen opleggen en, en, en zulke dingen of suspenden. gaan we je straks nog even laten zien. Maar hun reactie, Mark, op het open source gedeelte is uh, van een andere aard, zeg maar. Ja, dus, uh, de, in die white paper staat dat ook van, hey, we hebben, uh, we hebben, uh, als je gaat kijken naar open source platformen, dan wat zij daarover schrijven, ja, die zijn heel gevoelig uh, voor, voor hacks, hè, want de code is open source. <laughs> dus ja. ja. ja, ja. Hè, dus, uh, okay. uh, vaak worden bugs pas ontdekt uh, vele jaren later. Hè. Dus die hebben altijd al open source in de code uh, gestaan. Dat is hun redenatie. En zij kiezen er dus voor om het uh, een gesloten architectuur te. Architectuur te, te hebben, dat het niet inzichtelijk is. Uh, en het is alleen maar uh, nou ja, door de, de DCMA, de IMF en de en, en derde geselecteerde partijen. Uh, die mogen wel de code inzien. He, dus de, de central banks gaan ze wel meekrijgen. Die mogen allemaal de code zien. Weet je, dus ja. China, VS, uh, alle landen, die, die mogen het wel inzien. En dat vind ik een slimme opzet van hen. Weet je, die gaan ze meekrijgen. En die willen inderdaad ook de source code niet open source hebben. Zoals jij al het aangegeven waarom ze dat niet zouden uh, willen. Ja. Uh, ja. Maar het is een beetje een, en als je de politiek, en dat is dat blijft natuurlijk iets van alle van alle tijden. Uh, maar dan denk ik meteen weer van: hoe ah, gaat dat straks dan in Nederland of in Europa? Weet je, we, stel je voor, we gaan dit adopteren. En die kans is, uh, die kans is aanwezig, die is heel realistisch. Wordt er wordt natuurlijk over gesproken: IMF, uh, die erachter zit, is een machtige partij op het wereldtoneel. Uh, politieke mensen die ook in de Nederlandse politiek zitten, weten we ook dat die goede banden hebben met het IMF, laten we het zo zeggen. en Dat ze veel erkenning daar krijgen. Dus de kans is groot dat, uh, dat, dat zoiets gaat slagen. Um, Waar ik dan zo bang voor ben, is dat uh, de meeste mensen op de wereld, in Nederland, laten we het daar zeggen, uh, dat die weer als makkers schapen achter de politiek aanlopen. En denken: Ah ja, nou ja, weet je, het zal wel. Hè? Uh, bankrekening links, bankrekening rechts, wat maakt het uit? Of uh, wellicht blijf je gewoon klant bij de ABN Amro, maar heb je ondertussen een digitale uh, munt uh, gekregen? Want hieronder. Want dit lost natuurlijk ook meteen de problematiek op voor Europa, voor de digitale euro. Dus ze hoeven dus nu helemaal niet meer een eigen blockchain te gaan ontwikkelen. Ze hoeven zich alleen maar aan te sluiten bij dit netwerk. Dan krijgen ze een gedeelte van een kopie van het netwerk, waarmee ze direct aangesloten zijn op een internationaal uh, betalingssysteem. Uh, uh, waardoor de handel op zich allemaal zo door kan draaien. Dus het wordt wel heel makkelijk gemaakt. En het wordt ons dus ook als. Uh, mensen als, als bevolking wordt het ook heel makkelijk gemaakt. Want misschien verandert er helemaal niks aan je rekening. Misschien krijg je een wat langer rekeningnummer. Of verandert je rekeningnummer naar een adres. Of misschien is het gewoon gekoppeld Swift, aan je Swift is te Zwift Swift is al te koppelen. Dus een IBAN zou straks ook te koppelen. te koppelen zijn. Ja, dus dan, ja precies. Dus, dus ogenschijnlijk verandert er dan niks. Maar ondertussen is. Uh, ons geld vera wel verandert naar een, een digitale uh, munt. Meer digitaal dan dat die uh, dat Programmeerbaar die is. geld is het, uh, is, is het geworden. Pro dan wordt het direct programmeerbaar geld. En weet je, dit is wel voor mij een van de redenen waarom ik graag uh, dit ook onder de aandacht wil brengen, is omdat ik denk, jij als kijker, en voor ons geldt dat nou net zo, Stijn, en voor ons, uh, onze familie en vrienden, dat uh, je, het is allemaal goed dat ze het ontwikkelen. Prima. Alleen zorg er wel voor dat je goed ont of onthoud wel dat het jouw keuze is om er gebruik van te maken of niet. En want de alternatieven zijn er gewoon. Bitcoin is een goed alternatief. C uh, ja, ik... Cash is een alternatief. Uh, er zijn zoveel goede alternatieven waarin wij met elkaar kunnen handelen. Dus we hoeven geen gebruik ervan uh, te, te maken. Of misschien wel willen we er geen gebruik van maken. Ja, ik ben ook wel benieuwd bij de bij de kijkers en laat het ook als reactie onder de video over uh, achter of hier in de in de in de chat nu live. Um, hebben jullie al uh, punten gezien die beter zijn dan Bitcoin? Wat wat zou je tot nu toe omarmen? Zou je uh, Bitcoin gaan omarmen als je dit hoort, of ga je deze CBDC uh, omarmen als je het zo uh, zo hoort? En dat is natuurlijk ja. een beetje een uh, een flauwe vraag, want ik weet natuurlijk jullie antwoord, maar laat het toch maar even weten in de in de chat. Um, en, en ook onder de, de, de comments onder de video. Want hoe meer comments daar staan, hoe meer mensen deze video gaan kijken. En ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen wakker gaan worden en niet als uh, makke schaapjes hier gaan, uh, gaan inrollen. Want wat ze eigenlijk hier doen, Mark, waar ik, waar ik nu eigenlijk tijdens deze livestream achter uh, kom, is dat ze weer iets, uh, ze hebben iets bedacht, top-down hebben ze het bedacht. En Bitcoin ja. is bottom-up bedacht. Bitcoin ja. is vanuit ons, vanuit de burgers, de, de, is het bedacht en is het opgezet. En dat is er voor ons. En ja, misschien wat minder voor de centrale bankiers. En daarom zien ze het niet zo zitten in, uh, in Bitcoin. En dit is natuurlijk heel erg bedacht vanuit de centrale uh, bankiers. Um, en top-down, weet je. De centrale bankiers gaan hierin mee. Daar ben ik wel van overtuigd. Uh, commerciële banken kunnen hier ook op uh, aangesloten worden. Nou, die kunnen dan nog uh, lonen. Uh, die kunnen dus uh, leningen nog, uh, nog, nog doen. En die kunnen allerlei uh, fractional reserve kunnen ze nog steeds uh, doen. Daar komen we straks nog even op terug. Dus die zullen ook meegaan. Crypto-exchanges zullen er denk ik ook wel op meegaan, want je moet wel. Hè, want je moet dat, die, de, de, die geldwaarde kunnen uitwisselen... en je weet dat je meteen uh, je licentie krijgt. Anders krijg je je licentie niet. Ze gaan ook ja. wel weer mee. Fintech gaat ook mee. Um, uh, winkels, nou, die zullen ook wel mee. Maar je merkt al dat het steeds moeilijker wordt. Zeg maar, dat je mee, ze moeten er steeds meer draagvlak voor gaan creëren om mee uh, te gaan. Want de burgers, ja, als je een klein beetje wakker bent... dan wil je natuurlijk hier helemaal niet op, uh, op mee... En zeker ook niet als je het volgende gaat zien, Mark. Want dit is dan zo'n... Iedere sensatie. Ja, ik wil even ja. onderbreken, Stijn, voordat ja. je verder gaat. K uh, uh, als je teruggaat naar het plaatje wat je net liet zien, hè, waar specifiek die crypto-exchanges genoemd worden. Waarom denk jij dat crypto-exchanges, die, die echt een heel klein beetje van de wereldwijde handel uh, gebruiken, waarom is daar überhaupt een plaatje voor waard in zo'n uh, zo white paper? Waarom staan daar bijvoorbeeld niet de, uh, de verzekeraars bij? Wat een veel grotere markt is. Of uh, de notariaten bij? Uh, wat een veel grotere. Uh, advocatuur, uh, 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 het overdracht van uh, onroerend goed. Uh, waarom staat dat er niet bij? Maar waarom staat wel een crypto-exchange erbij? Ja. Dit geeft mij het idee dat er kennelijk wat te verkopen is naar de cryptomarkt. En. Uh, van hé, hey, uh, zie je, je mag erin meedoen, of je wordt niet uitgesloten. Hè? Het is niet jullie tegen ons, uh, maar we doen het samen. En dat is op zich een hele mooie gedachte. Uh, alleen hij ligt er voor mij iets te dik op. Hoe is dat voor jou, Stijn? Wat, wat zei je? Dat hij er voor, voor mij iets te dik op ligt. Uh, uh, dat de cryptomarkt hier meegenomen... Ja, ik, deel, ik had er nog deel. niet zo naar gekeken. gekeken. Ik vind het een nieuw inzicht wat je zegt, Mark. Inderdaad, waarom staan die crypto-exchanges uh, erbij? Ja? Omdat ze dat een grote bedreiging vinden, inderdaad. Dat... Waarom bijvoorbeeld niet de aex beurs ja. De Amsterdam Exchange-beurs. Ja. Want als je daarop gaat kijken... plaats? vastgoedmarkt. Als je daarop gaat kijken, dan vindt veel meer... Uh, Omruil van valuta in plaats dan, uh, dan op de cryptocurrency-markt. Er is dus nog niet eens. 0,5% uh, van het geld. nee, minder zelfs. Uh, veel minder dan. 0,5% van, van de handel wereldwijd. gaat richting de cryptomarkt. Dus. Uh, ja. het voelt voor mij toch. als een, een politieke paper. Uh, waarin er bruggen geslagen. Proberen te worden, wat ze op zich heel slim proberen te doen. Het is echt politiek bedrijven. Um, om te kijken of ze iedereen mee kunnen krijgen waar de grootste vijanden van het slagen van het systeem zou zijn. Dus dat zijn overheden he, die met hun eigen munt te maken, eigen munt te maken hebben, en dat graag willen beschermen. He, de, dat ego daarvoor hebben, zeker als we kijken naar de euro, naar de dollar, naar de yen. Weet je, er is niet voor niks een, een valutaoorlog uh, gaande. Uh, dus, uh, dus het is mooi om daar een brug voor te slaan. Uh, en ik zie de centrale banken, weet je, tuurlijk moeten die erkend worden, want wat is hun rol anders? Uh, daaronder alle andere banken, want die worden gefinancierd door de, uh, of die, die financieren de centrale bank. Uh, dus, dus zo wordt het allemaal ogenschijnlijk uh, in de lucht gehouden. En, en dan ook die crypto-exchanges. Ja. Nee, ik zie het interessant. niet. Interessant. Uh, Hans die zegt in de chat, jullie hadden toch niet gedacht dat een overheid iets met de eigenschappen van bitcoin als CBDC gaat opzetten. Een overheid wil controle en manipulatie. Inderdaad, dat is onze hele na naïeve gedachte, Hans, dat wij dat zouden denken. Absoluut. En ik snap, ik snap waarom we dat zeggen. En we zijn heel cynisch over overheden. En, we, en, en dat is ook goed dat we dat zijn. Maar uiteindelijk zijn wij ook de overheid. Er komen wel mensen vanuit de bevolking, die werken bij de overheid en die bepalen van wat er gaat gaat gebeuren en ik ik kan dan toch nog steeds een idealistisch beeld hebben van de toekomst waarin we uh, uh, kumbaya over de wereld in vrede kunnen leven met elkaar en 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 en, en uh, uh, dus samen in connectie staan met elkaar en tegelijkertijd dat er ruimte is om lokaal en dan echt lokaal lokaal uh, uh, dingen uh, met de community uh, samen te samen te regelen en en dat is ook Mogelijk. En dat kunnen we ook opbouwen. En daarvoor hebben we die overheid niet nodig. Nee, sterker nog, we kunnen de overheid gewoon stoppen met te erkennen. Een overheid erkennen, ook al hè, gewoon het überhaupt als naam benoemen, uh, überhaupt naar een stembus gaan, überhaupt er negatief over praten of positief over praten, is erkenning geven aan een entiteit. Waarvan ik denk dat we dat niet nodig hebben. Zeker niet als we, als we steeds meer dingen lokaal kunnen gaan, uh, kunnen gaan rekenen. En het is alleen maar aan de luie burger dat dat soort instanties in stand, in stand worden gehouden. Heeft, gehouden ja. om, om in stand worden gehouden. Omdat we denken, ja, dat weten we allemaal niet. Daar moeten we over nadenken. En bla bla. Jongens, kom op. We zijn allemaal volwassen. We zijn allemaal intelligent. Wij kunnen echt wel dingen met elkaar uh, regelen. En daar hebben we echt geen grote instantie uh, voor, uh, voor, uh, voor nodig. En hebben we echt niet met de, huidige, met de huidige technologische ontwikkeling hebben we het echt niet nodig dat er een een of ander centraal orgaan een munt gaat bedenken voor ons waarin wij met elkaar handel kunnen drijven. Ook dat kunnen we in de huidige, in de huidige technologische ontwikkeling kunnen we dat allemaal prima oplossen. Alleen dan van. moeten we wel stoppen met het erkennen van dat soort uh, systemen. Ja, maar uh, de, dus Hans, wij, wij, wij hebben daar niet de grote fiducie in hoor dat dat uh, via de overheid gaat komen, top-down. We hadden het heel graag willen zien, maar wij denken echt dat het uh, bottom-up moet, uh, moet komen. Vanuit ons, vanuit deze podcast, vanuit jou. Uh, het uh, op die manier gaan, uh, gaan opzetten. Ik heb nog een aantal ja. zaken die ik nog met jullie wil bespreken, met jou, Mark. Want ik denk dat ze op een gegeven moment ook de plank gaan misslaan en dat ze landen en andere centrale banken er niet in mee gaan, uh, gaan krijgen. Uh, maar laten we nog heel even kijken van wat kan zo'n... Centrale bank, bijvoorbeeld op het, uh, op het platform. Hè? Dus je, je kunt je eigen centrale bank kun je gaan, uh, gaan starten. Nou, je kunt daar een uh, KYC doen. Hè? Know Your Customer kun je daar uh, doen. Create, modify. Oh, wacht eens even. Suspend. Nou, dat zie je dus als een van de dingen die er al uh, tussen staat. Je kan dus heel makkelijk ook van het uh, netwerk af. Een entity kun je er dus van afgooien. Maar ook mensen. Create, modify en suspend. En vergelijk dat nou eens met Bitcoin. Kan Bitcoin iemand van het Bitcoin-netwerk afgooien? Nee, onmogelijk. Kan iedereen een wallet aanmaken op het Bitcoin-netwerk? Ja, iedereen kan dat. Zie weer de grote verschillen. En zie weer, inderdaad, het gaat allemaal weer om macht en controle... Um, nou ja, ze kunnen dat dus uh, voor alles. Ze kunnen dat voor wallets, create, modify, suspend, pauze, unpause, uh, attach kunnen ze. Maar ook hier, Mark, limieten. Helemaal rechts, zie je het? Limieten. Ja. Create a limit, modify a limit, suspend a limit. Ze kunnen dus limieten op bepaalde zaken gaan uh, zetten. Maar ook sanctions, sancties kunnen ze ook gaan doen. Ik dacht, hè? Dat was toch niet meer de bedoeling? Maar dat, dat zou dan wel binnen je interne... Uh, centrale bank, zeg maar, dus binnen de ECB kan je sancties opleggen voor bepaalde landen die dan niet luisteren of zo. Het is niet dat Europa sancties aan uh, de VS kan, kan opleggen, want dat hebben ze wel beter uh, gescheiden van, uh, van elkaar. Maar het laat alweer duidelijke uh, bepaalde zaken laat het uh, uh, zien. Ik zag hier ook nog. Milestones kan ik me zomaar eens voorstellen dat dat zijn dat je iets moet uitgeven voor een bepaalde tijdstip, zeg maar dat je het anders weer uh, verdwijnt. Um, nou goed, ze zijn <laughs> er heel open in. Dit kan allemaal niet op het Bitcoin-netwerk. Weet je, als jij je Bitcoin hebt in je eigen wallet, weet je 100% zeker dat jij het hebt in je eigen wallet. En Bitcoin nee. en niemand kan dat confisceren. Nee, en, en ik denk dan ook meteen al aan China. Hè. Waarom zou China zich hierop aansluiten? China heeft dit allemaal al. En, die, en nog veel meer dan dat. Die hebben, die hebben de social credits hebben ze er ook al op aangesloten. Dus waarom zouden zij gaan meewerken aan deze nou, ik... uh, wereldcurrency? Ja, nou ja, ik denk dat het voor China een ander probleem is, maar zij mogen, je, je mag dus je eigen centrale bank houden in je eigen currency. En dan één op één kan je dat volgens mij overzetten naar deze digitale variant, zeg maar. Dus je hebt enerzijds nog gewoon het, het al daar, waar, hoe je het nu hebt. Dat, dat tasten ja. ze niet aan. Alleen je kunt ook een gedeelte uh, op het platform hebben en daardoor kan je heel makkelijk uitwisselen en kan je heel makkelijk treden tussen, tussen de VS, tussen Rusland, tussen allerlei landen, zeg maar, wereldwijd. Dat is op zich handig. Dat is, maar maar je blijft, ze, ze tasten niet de yuan en de, de eigen munt uh, aan. Dat is, dat is eigenlijk iets wat wij zelf ook altijd heel mooi vinden... aan, uh, aan het Bitcoin-netwerk. Mark, het is een open monetair uh, systeem. is eigenlijk ook zo'n betaalprovider. Als, uh, als ik jou moet betalen, Mark... en jij zegt, ik wil het heel graag in dollars ontvangen... en ik wil het heel graag in euro's versturen... dan kan ik gewoon via euro's naar Bitcoin... via Bitcoin naar Bitcoin... Bitcoin naar uh, dollars en ont mag jij jij mag kiezen in welke munt jij het wil ontvangen. Wil jij het in Bitcoin of in dollars ont ontvangen? Ik mag bepalen welke in euro's of in Bitcoin versturen. En en dat ja. lossen ze dat probleem lossen ze wel uh, op zeg maar. Wel op. Als je door de de bepaalde hoepeltjes uh, springt uh, natuurlijk uh, van uh, van hen. Um, maar hier, nu komen er wat tegenstrijdigheden uh, boven, um, boven tafel. Wat ik aan jullie wil gaan laten zien. Waarin dus de, de website gaat verschillen van de whitepaper. Dat is ook heel interessant om te, te zien. Want de meeste mensen lezen natuurlijk niet die whitepaper. Die zitten alleen maar op de, uh, op de website uh, te kijken. En dan gaat het over. Ze hebben het dus over een uh, store of value uh, innovation, uh, noemen ze het. Dan moet ik hem er even bijpakken. En dat is dus. Uh, hier zo, pagina 26. Hè. Mooie woorden, Mark. A store of value innovation. Dat hebben zij hier eventjes uh, uh, bedacht. En dan ga je lezen wat is dan de store of value innovation. Is naar nou, de UMU, de Unicoin, dat is de munt op dat netwerk. Has your unit of account up to six decimal places. It's priced based on the US dollar. Huh? Oh. Dus het loopt gewoon één op één gelijk met de dollar loopt het uh, gelijk. Wat een innovatie. Wat een store of value. Als je dat zou willen willen noemen. Want die kan toch gewoon bijgeprint worden. Wat is dit nou weer? Um, dus ja, mooie woorden. Maar het loopt dus gewoon één op één met, uh, met de dollar. Uh, dat kunnen we hier ook gaan zien. Hè? Dus als je naar uh, de Umu Cash uh, website uh, gaat. Uh, uh, dan zie je hier dus uh, nou ja, de unicorn die loopt één op één. Maar hij loopt ook één op één ongeveer met, uh, met, met de dollar. Uh, maar niet met de yuan, niet met de euro. Dus alles wordt weer teruggerekend naar: oké, okay, we willen exchange gaan doen. Eerst weer naar de dollars. Ten opzichte van de dollars, hoe staat de pond? En zo wordt de verhouding uh, uh, verrekend. Um, dus ja, store of value uh, voor mij niet, uh, niet echt, uh, Mark. Terwijl. Als ik dat ga lezen op de, de, de website, zeg maar... en ik moet even even opzoeken... wat zetten ze op hun website? Zeggen ze... Unicoin has a fixed supply of 128 miljoen... 128, 128.128 coins. Ik weet ook niet meer waarom ze dat getal hebben gekozen. Uh, noem we gewoon 100. On... Nee, noem het 128 miljoen uh, munten die ze, die ze hebben. Hier zeggen ze, hey, het is een fixed supply. Dan ga ik, ga ik in die white paper ga ik even opzoeken... Op 128 staat er gewoon helemaal niet in. En daar in de white paper, wat we, he, staat gewoon heel duidelijk: het is één op één met de dollar. Ja. ja. Dus ja, en hier ben ik dus benieuwd, weet je, waarom zou dan China meegaan en Rusland meegaan, weet je? Want het is, uh, het is dus weer heel erg op de, de, de dollar uh, gebaseerd. En ook zeker als je gaat kijken naar uh, de backing hiervan. Uh, dus als ik ga kijken, hè, dus, uh, waar is de, de, de backing? Dus hier staat het nog meer. De US dollar is de base currency of UMU. Um, dan moet ik hem even erbij pakken. Pagina 30. Even kijken. Nee, 41 is het. Uh, wat, wat zit er nou achter die UMU-munt, uh, uh, zeg maar? En waar wordt dat uh, geschreven? Uh, kan ik het zo dus nou snel vinden? In ieder geval wat ik heb gelezen is uh, voor uh, 60% is het dollars. En dan hebben ze nog acht andere uh, munten gedefinieerd. Die mogen de overige 40% uh, uh, bepalen. Ja, ja daar ja. heb ik ook alweer zoiets van... hé, hey, dat is dus alweer niet eerlijk verdeeld, zeg maar. Ja, en, en, en ik kijk ook altijd naar van hoe zijn lijstjes opgesteld. Hè. Je liet net bijvoorbeeld die, uh, die exchange rate uh, liet jij, uh, liet jij zien. En dan zie je de dollar bovenaan staan. zie je de yen uh, uh, daaronder staan. En dan de euro en dan de pond. Uh, dus dat is kennelijk ook. Uh, ja. de, dat soort lijstjes zijn niet toevallig. Hè? Dit is geen alfabetische volgorde of wat dan ook. Weet je, dit is de, de volgorde voor uh, wat uh, voor hun het belangrijkste is. En waarmee zij het snelste bereik kunnen creëren, zeg maar. Het uh, dus zijn ego-lijstjes, zijn het. En, uh, ja. Ja, en wat nog iets interessants is, Mark, wat ik uh, ontdekt heb in die, uh, die white paper, is het, uh, is het, uh, is het volgende. Um, even kijken, nou, eventjes opzoeken. Op pagina 39 staat er iets over um, de, de UMU as a money commodity is regulated by the US <laughs> commodity futures. Dus het is ook alweer heel erg door de, de VS is dit uh, waarschijnlijk naar buiten gebracht. Dan denk ik, nou ja, gaat China daar nou uh, in, uh, in mee? Mee? Ja. Ja. En het andere wat ook interessant is, is de, uh, het fractioneel uh, bankieren. En dat mag dus ook nog, uh, nog steeds. Maar wat zij zei, geven als argument, he, daar zijn ze dus best wel open in. Normaal het fractioneel bankieren bij, uh, bij andere landen. Ik laat het niet zien aan jullie. Hier, hier is het. Hè? Uh, is het, uh, nou ja, normaal uh, tot, tot 10% hoeven we maar aan te houden als re reserve. Zij gaan uh, voor 90% reserve van de UMU, zeg maar. Uh, dus dat vinden ze dan uh, beter. Maar ja, toch 10% ontbreekt er dan, zeg maar. 10% gaat er toch allerlei dingen weer uh, mee gedaan worden, zeg maar. Het is weer geen 100%. Dus het is weer niet... Uh, de, de, de laatste die zijn geld wil opnemen, nee, die met, kan het niet meer opnemen, want het is er niet meer. Met die 10% zullen waarschijnlijk overheden weer gefinancierd moeten gaan worden ja. uh, door jou en mij. Hè. We zien dat nu ook bij uh, de banken, ook in Nederland trouwens. Moet volgens mij 5% is dat. Moet, uh, van jouw spaargeld moet in overheidsbonds, uh, overheidsobligaties geïnvesteerd worden. ja. Uh, ja. Nou goed, en iets anders wat ik nog zag, Mark, is dus uh, hoe willen ze ons gaan verleiden? Is van, nou, je kunt wel rente krijgen tot aan de uh, 20% te, om uh, staking de uh, Unicorn. Um, ja. Maar goed, dat heb ik dus in de, in de white paper, heb ik dat nergens teruggevonden, die 20%. Dus dat staat alleen op de website, maar het staat niet in de, uh, in de white paper. Dat vind ik ook wel, uh, wel interessant. Dat dat uh, ja. niet, uh, uh, niet, uh, niet, niet, niet zo is, zeg maar. Helaas. Nou, ik ben wel benieuwd naar de kijkers die er live bij zijn of in de vertraging aan het kijken zijn. Van uh, wat vind jij hiervan? Uh, laat dat eens onder de video achter of uh, in de chat. Van wat is je gevoel wat je hierbij krijgt? Is dit iets wat je eens kunt omarmen? Waarvan je hoopt dat uh, ze in Europa dat gaan gebruiken? Uh, of uh, moeten we enorm ja, of wakker je het worden? Misschien overslaat en, uh, en denkt van nou. Uh, misschien, uh, ik kijk nog even verder naar een, andere, naar een andere munt. Bijvoorbeeld Bitcoin of wat anders. Ja, en ik wil er nog een stukje ja. laten, laten zien, uh, Mark. Dat is het. Ik uh, gaf hier de chat in ieder geval door dat het nep is. Ashama geeft aan dat het moeilijk is. Niet te vertrouwen geeft Joke aan. Dit vond ik ook. Een beetje zoeken, hè? Ja, dit vond ik ook een interessante Mark uh, uh, wat je hier dus ziet op de website, de best money rates worldwide, powered by uh, AI, zeg maar, bij kunstmatige intelligentie. Wauw, klinkt stoer, klinkt goed. Dan ga je in die white paper ga je lezen, wat staat er over uh, AI, staan drie zinnetjes in, en dat ze het eigenlijk gebruiken om te monitoren, voor uh, global uh, know your customer en monitoring. Gaat helemaal ja, precies, niks yeah. over, de exchange rate staat erin, gewoon. Ja, um, ja, ja. Ja, dit is, dit is denk ik typerend weer voor, voor zo'n document, weet je? Um, en zo'n opzet dat het gewoon heel duidelijk is: dit is, uh, is top-down opgezet. Met uh, dat zij de, de macht en de controle willen hebben. En ja. er is een supergoed alternatief. En dat is bottom-up opgezet. En dat is er echt voor de gebruikers. En dat is Bitcoin. Ja. Kom maar, kom maar op met je comments. En, en zeg maar waarin Bitcoin faalt, zeg maar ten opzichte van, van, van deze, deze oplossing. Waarin. Uh, waarin is Bitcoin minder goed dan uh, wat zij hier, uh, hier aanbieden? Ik ben wel erg, uh, erg benieuwd. Ja, Bitcoin is niet stabiel, zullen mensen zeggen. Ja, dat zag ik het inderdaad is, al uh, uh, in, de, in de chat ook voorbij komen: dat dat de, de oh, probleem. Proble proble ja, ja, maar, maar niet, niet uh, Jos die zei dat niet. Ik denk niet zozeer dat Jos dat per se als probleem vindt, maar dat Jos meer zei: voor de meeste mensen is het daar de moeilijkheid in om het uh, te omarmen. En daar. Uh, dat, dat is ook zo. Bitcoin is inderdaad ook volatiel. Alleen tot nu toe in een lijn omhoog. Dat is het enige grote verschil met uh, de stabiele euro die naar beneden uh, gaat in, uh, in waarde. Um, ja. En dat is de prijs die we hebben moeten, moeten betalen. Weet je, voor, voor veiligheid, voor geen controle. Uh, is dat misschien de premium die je betaalt? Dat je soms wat duurder betaalt. Soms heb je geluk, betaal je wat goedkoper, heb je wat meer koopkracht. Dat is ja. de prijs die wij hebben te betalen. En als we dat niet bereid zijn, ja, dan krijgen we een systeem om ons te horen wat compleet gemonitord is. Maar ja, dan heb je wel een, een stabiele prijs. Alhoewel we ook natuurlijk flinke inflatie uh, hebben. Ja, ja. Hey Stijn, weet je wat, wat dit ook wel weer met mij doet? Hè? De, uh, mij persoonlijk, dat ik denk van, ah ja, het is echt wel fijn om gewoon echt te gaan investeren in, uh, in Bitcoin. We doen dat natuurlijk al. Maar als ik, als ik nog helemaal niet geïnvesteerd zou zijn, of heel beperkt geïnvesteerd zou zijn, dan zou dit voor mij een reden zijn om nog meer te gaan investeren. Om nog meer uit dat bestaande netwerk eigenlijk uh, te verdwijnen. Uh, met het spaargeld wat ik uh, wat ik heb. Uh, om me voor te bereiden op een toekomst, zodat ik echt decentraal buiten controle van overheden. Um, uh, kan uh, mijn aankopen en uh, kan, uh, kan doen met, uh, met mensen. Het brengt mij er ook weer op dat ik denk van ah ja, weet je, als ik een ondernemer zou zijn, ik zou echt naast mijn pinautomaat, uh, die misschien straks wel hierheen gaat. Uh, zou, ik een, uh, zou ik een bitcoin automaat willen hebben. Oftewel, gewoon een bitcoin wallet uh, willen hebben. En die installeren. Zodat mijn klanten ook daarmee kunnen gaan betalen. Want uiteindelijk is dat de. de de keuze die je moet gaan maken. Ik denk niet dat deze systemen per se goed met elkaar kunnen gaan werken. Ik denk wel dat ze naast elkaar zullen gaan werken. En ik denk wel dat dat blijft. Uh, alleen ik denk niet dat het heel goed nog met elkaar zal gaan werken. Dus dat er ooit een moment komt waarop je, uh, uh, waarop je het ene systeem los komt te staan van de andere stenen. Oftewel dat de off en on-ramps, uh, waarop je je via geld kunt omzetten, dat dat langzamerhand gaat verdwijnen of in ieder geval sterk bemoeilijkt gaat worden. Um, hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Uh, ik, ik denk dat het naast elkaar blijft rijden, ja. En ik denk dat je ook niet uh, te zwart-wit moet, uh, moet denken. Ik denk niet dat Bitcoin, uh, de, de bitcoin-standaard er zomaar gaat, uh, uh, gaat komen, zeg maar. Weet je? Dus dat, dat, nee. Uh, nee, dat denk ik niet. Maar ik denk wel van bottom-up kunnen we het heel langzaam laten groeien. En kun je het al heel goed voor jezelf daarmee uh, regelen. Uh, je, je hoeft uh, niet, bedoelt, je, je hoeft niet bedoelt... heel de wereld te, te veranderen om het zelf al goed voor elkaar te, te hebben. Maar door het bij jezelf goed voor elkaar te hebben, verander je de wereld naar goed voor, voor elkaar. Uh, dat is denk ik een belangrijk uh, iets wat je wel uh, kunt, uh, kunt doen. Ja, mooi gezegd. Inderdaad. Ja. ja. En. Um, nou ja, René die zegt nog, ik denk dat BTC niet zo snel een betaalmiddel zal, uh, zal worden. Dat denk ik dat het sneller wordt dan je denkt. Want dat zien we al ja, op veel meer plekken terug. En op een gegeven ja. moment gaan Mark en ik ook zeggen van, oké, okay, je wil misschien een programma van ons, kan alleen nog in Bitcoin. Toedelen de dookie. Ja. Absoluut. En dat is zeker dichterbij dan uh, dat je kunt bedenken. En, en <laughs> zeker met wat we je vandaag hebben laten zien dat jouw account kan afgesloten worden, dat je beperkt kunt worden in limieten, dat je beperkt kunt worden in wanneer je iets moet uitgeven, hoe sneller, hoe meer mensen wakker worden en gaan naar een alternatief en die zeggen: ja. ik hoef helemaal niks meer in dat communistische systeem te ontvangen van de Unicoin. Uh, doe mij maar ook maar lekker in bitcoin betalen of iets ja, anders. Beschouw, dat geld wordt op een gegeven moment dan gewoon als waardeloos beschouwd en wat je er ook op hebt staan, oké okay, klaar, ik ga gewoon opnieuw voor mezelf, voor mijn kinderen een nieuwe toekomst opbouwen uh, en uh, we worden allemaal met nul euro op onze rekening geboren, jongens. Dat is ook wat je moet bedenken. Ja. Dus denken zijn jonge generatie iemand die net van school afkomt, die vrijwel geen geld op zijn rekening heeft staan. Ja, wat heeft hij nou te verliezen op het moment dat hij morgen besluit om geen fiat rekening meer te gaan gebruiken, maar een bitcoin rekening te gaan gebruiken? Als hij tegen een werkgever zegt, dus prima, ik kom bij jou werken, bij de Albert Heijn kom ik werken, maar dan wil ik wel in bitcoins betaald worden. Dat gaat gewoon gebeuren uh, en dat gaat sneller dan dat je... Dat, dat je ik, ik denk dat deze ontwikkelingen, deze white papers, dit is de beste marketing voor bitcoin. Absoluut. Want ja. dit, deze, deze podcast was een een, een, eigenlijk alleen maar marketing voor Bitcoin. Want we konden Bitcoin niet onderuit halen. Ze hebben niet gewonnen van Bitcoin. Iedereen krijgt door waarmee ze bezig zijn. Ehm. Um, ja. Dus uh, goed, Laat, laten we hier Op, nog even over... Tenminste, als zoveel mogelijk mensen het delen, Stijn. Ja, 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 ja. laten we er nog ja. even napraten in de, in de natalk hierover, ook met, uh, met jullie. Uh, ja, en heel graag een verzoekje aan jullie. Uh, deze video komt straks online, of je kijkt nu de opname terug. Deel hem alsjeblieft met je, met je vrienden, je familie. Laat het bij zoveel mogelijk mensen terechtkomen. Uh, reageer gewoon even met een leuke comment onder deze, deze video. Dan komt deze video dankzij YouTube ook weer bij meer mensen terecht. Het is denk ik echt heel erg belangrijk dat we, dat we vanuit liefde meerdere mensen uh, wakker maken. Um, we, hebben, we veroordelen het niet. We hebben alleen laten zien wat zij hebben geschreven. Dat hebben we besproken met jullie. En jullie mogen zelf kiezen wat jullie willen omarmen. Uh, de CBDC of bijvoorbeeld een alternatief als, uh, als Bitcoin. Maar we hebben jullie hulp nodig. Dus deel het met je vrienden. Um, reageer onder de video als die straks om 7 uur online is. Ook als je nu live zit te kijken. Uh, ga nog heel even daar naartoe en, en reageer alsjeblieft op die, uh, die video. Uh, dat, uh... Ja, en, en, en vergeet dan ook niet, uh, ook deze, deze video staat ook op Spotify. Ook daar kun je hem delen, daar kun je hem ook raten. Oh, ja. En het meest belangrijke, wat er misschien wel is, is zet je op onze e-maillijst, zodat we je op de hoogte kunnen houden op het moment dat we weer nieuw nieuws hebben over onder andere dit onderwerp en andere onderwerpen. En dat doe je via www.escape925podcast.nl. Uh, schrijf je daar alsjeblieft in, dan uh, krijg je altijd een melding wanneer die weer beschikbaar is op Spotify, op YouTube of wanneer we natuurlijk live gaan uitzenden. Yes, um, voor nu. Volgende week uh, zijn we er even niet. Mark zit in uh, Madeira. gaat daar uh, Bitcoin onderzoek doen. Over twee weken, 2 mei om 1 uur, zijn we er weer uh, wel live. En dan gaan we het waarschijnlijk hebben over Mark's Bitcoin avonturen in, op uh, Madeira. Uh, moeten we daar met z'n allen wel of niet naartoe? Uh, is Bitcoin daar wel of niet groot? Uh, we gaan het allemaal horen. Het eerlijke verhaal van, uh, uh, van Mark. Dat is waarschijnlijk waar we het over gaan hebben dan. Dus dat is uh, over twee weekjes. Uh, uh, ja, waarsch op, waarschijnlijk op dinsdag 2 mei. Op dinsdag. Mei. Ja, ja. ja, 2 mei. Ja. Ja. Uh, maar goed, daarvoor meld je dus ook aan op escape925podcast.nl. Want dan krijg je altijd bericht wanneer we live gaan opnemen. En dat je daarbij kan zijn. Um, dank jullie wel weer voor het kijken. Wij gaan nog even napraten met iedereen in deze livestream. En tot de volgende keer weer. Ciao, ciao. Tot de volgende keer. Hoi, hoi.